bijna 9 uur, maar het is nog altijd snikheet in Rotterdam. Een graad of 8, 29 is het zeker nog. Heel veel zomerser kan het niet. Daar zien we Sebastian Szymanski. Hij gaat voor het eerst voetballen in de Kuip. En datzelfde geldt voor Javairo Dilrosun, de opstelling van Feyenoord. Exact hetzelfde als vorige week in de wedstrijd tegen Vitesse. Voorhoede met Wollemark, met Dilrosun en met de man die twee keer scoorde in de wedstrijd tegen Vitesse, Danilo. Ook hij scoorde natuurlijk in zijn debuutwedstrijd voor Feyenoord. Schitterende goal van Dilrosun. Scheidsrechter vanavond is Serdar Gözübük. En dan gaan we kijken naar de opstelling van Heerenveen. Waardering uiteraard ook van Slot voor het legioen. Opstelling van Heerenveen is op één positie gewijzigd ten opzichte van de 0-0 van vorige week vrijdag tegen Sparta. Halilovic is nu wel fit genoeg voor een basisplaats. Dat gaat ten koste van linker wingback Kaip. Die zit op de bank voor hem. Op zijn positie nu Keulert, die vorige week nog middenvelder was. Hij kent dit stadion natuurlijk als zijn broekzak, als oud-Feyenoorder. 203 eredivisiewedstrijden voor Feyenoord gespeeld. Voorzet Ursnes. Het is meteen oppassen geblazen voor Noppert. Zo, aardig schot zeg. En goede redding van Noppert op de uithaal van Szymanski. Volgende gevaarlijke bal, de lat geraakt naar de kopbal van Ursnes. Feyenoord gaat furieus van start in de eerste minuten van deze wedstrijd. Heerenveen weet even niet waar het zoeken moet. Daar lag wel wat ruimte voor een steekpaas. Ursnes geeft nu een hele goede bal. Pedersen moet scoren, maar doet het niet. Volgende goede aanval van Feyenoord. Inzicht bij Ursnes. Perfecte bal. Maar ook een goede loopactie van de linksback Pedersen. Van Aken. Noppert. Een duel van Amin Sar. In duel met Trauner. Het mag allemaal door. Trauner moet nu wel in de achtervolging, maar Sar is de controle over de bal al kwijt. Goed rugdekking gegeven door Frederik Ursnes. En dat is wel weer balbezit voor Heerenveen. Met een prima bal van Hooijdonk. De afzwaaier van Haaien. Dilrosun. En weer een goede redding van Noppert. Die zich dus echt kan laten zien in deze eerste helft. Keulert. Van Hooijdonk niet. En zo blijft het telkens hetzelfde liedje. Heerenveen dat niet van de eigen helft afkomt. En Feyenoord dat heel veel balbezit heeft. Maar al een tijdje de opening niet kan vinden. Nu misschien Geert Truida als er een ploeggenoot geblesseerd op de grond ligt. Maar de bal is voor Noppert. Nu geven Dilrosun. Pedersen is de man die vrij is. Pedersen weet niet wat hij moet. Sar, gewacht door Gittruida. Sar, sterk en snel, maar een tackle op de bal. Dat vindt Gözübük niet. Die ziet hier een overtreding van de verdediger van Feyenoord. Klein muurtje neergezet door Bijlo. De afstand ontzettend groot. Haaien achter de bal. Meter of 30.
En dus een voorzet van Haaien. Op Van Peen. Ja, dan komt die bal bijna heel gevaarlijk voor het doel met Bochnjevic. Die behoorlijk vrij was op de kop van de 5 meter. Goeie bal dus van Haaien. Kijk daar, Bochnjevic helemaal vrij. Kopballetje. Sven van Beek. Is deze te kort? Bijna wel. Noppert lost het op. Fout van Aken. Die neemt daar wel heel veel risico. Waarom zou je je keeper überhaupt daar aanspelen? Rasmussen. Pedersen. Twijfel. In de achterhoede van Heerenveen bij Bochnjevic en bij Noppert. Voorzet Dilrosun. En sterk verdedigd door Van Ewijk. Anders levert het misschien wel een kans op voor Dolemark. Dolemark. Een van zijn laatste acties. Timber. En Danilo, als hij hem kan verlengen, is het raak. Maar hij krijgt zijn kicks niet echt lekker tegen de bal. Twee verse krachten. Kintje weer fit. Voor zijn eerste minuten in dit seizoen. Idrissi in de ploeg. Szymanski en Dolemark eraf. Sar kan gaan profiteren, want het is snel. Amin Sar van de bal gelopen, geen overtreding. En dus slechts een hoekschop voor Heerenveen in een situatie waarbij je denkt, ja, hier zit echt wel wat in. De hoekschop staat dus. Van Haaien. Oh, de keeper van Feyenoord gaat helemaal onder de bal door, Bijlo. Dat loopt met een sisser af. Zit er echt helemaal naast. Te moeilijk voor Van Aken om die bal in het doel te krijgen. Kutje. Hoogstandje Orgun Kutje. Dilrosun, volgende pirouette. En is dit dan een overtreding? Nee, zegt Geuzebuur. Geen strafschop. Al zal de videoscheidsrechter daar natuurlijk nog naar gaan kijken. Van Aken doet niet heel veel verkeerd. Er is wel wat contact, maar een overduidelijke overtreding is er niet. Licht vasthouden misschien van Aken. Danilo heeft het moeilijk. Sar. Het wijnt de tackle van Pedersen. Hij kan dan de turbo aanzetten. Amin Sar, wat ben je snel met de bal aan je voet. Inmiddels ook ploeggenoot in het strafschopgebied. Hij doet het zelf. Redding noodzakelijk van Bijlo. Goeie actie van Sar. En dan is het tijd voor het debuut. Van deze Mexicaanse spits, Santiago Jiménez. Danilo naar de kant. Daar met het roze haar, zijn vriendin. Kuktu. Geen ruimte voor een schot, maar hij valt voor Toornstra. Oh, wat een kans. Weer goed gepareerd door Noppert. Echt een goede kans. Kan hem ook nog breed leggen, maar het is logisch dat hij hier voor zijn eigen kans gaat. Toornstra. Jahan Baks. Usnes. En nu uithalen maar. Van richting veranderd. De poging van Kutsu. Noppert staat vast. Trauner.
ook in tweede instantie niet raken. Zo krijgt Feyenoord toch nog heel wat kansen. Goeie bal, Kutju, Idrissi. Rasmussen nog. Jahanbakhsh en Noppert. Die vanavond alles tegenhaalt. Goed schop weggekopt. Dilrossen. En nu? Oh! Daar was hij bijna. Santiago Jiménez. Fluit Geuzebuurt af en eindigt het tussen Feyenoord en Heerenveen. In 0 tegen 0 en verspeelt Feyenoord bij het debuut van Santiago Jiménez toch onnodig punten.